We zijn er zeer trots op dat we als Saans Brandweermuseum hier op de Schaans mee mogen acteren. Daarvoor wil ik toch wel een applausje voor iedereen. Nou, wat je hier binnen kan zien is wat we noemen een blusvoertuig. Het is een handspuit uit 1840, waarmee in die periode brand werd geblust. Het is een handspuit die komt uit Wessaan. En die werd daar dus gebruikt. Ja, en voor de rest wordt daar het verhaal uitgelegd hoe in die periode, en dat past ook in het tijdsbeeld hier van de Zaanse Schans, hoe in dat tijdsbeeld branden werden geblust. Ook hoe ze ontstonden, maar ook hoe ze werden geblust. Dus het geeft een goede inkijk in het gebeuren rondom de brandweer. Nou, ik vind het echt prachtig dat dit stukje erfgoed hier op de Zaanse Schans nou te zien is. En dat hoort er echt bij. We vertellen hier toch het verhaal van het Zaanse erfgoed. Ja, en wat is Zaanse erfgoed zonder brandweer ook vroeger? Ja, dat is een beetje expres, want ik dacht ik ga niet in het roze, want dan val ik zo in de tuin, dan gaat dat vloeken. Nee hoor, ik let altijd wel een beetje op. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ben hartstikke trots op al die vrijwilligers die dit samen hebben gedaan en ook al die organisaties die bij elkaar zijn gaan zitten om dit te realiseren. Want het is toch best bijzonder dat je in coronatijd, waar iedereen eigenlijk thuis zat, eigenlijk niks meer kon, dat dit toch geboren is en tot stand is gekomen. Dus ik ben daar super trots op dat we dat hebben in Zaanstad. Het is een groep oud-collega's die zich heel erg hard maakt voor het behoud van het oud brandweermateriaal. Dat doen ze met een enorme passie. En wij zijn heel blij dat we als organisatie dat een heel klein beetje kunnen ondersteunen. En waar dat kan, doen we dat ook. Het is net of ik hem kan bedienen zo. Ja.